Gerst, de gast van vandaag is de beroemde schrijver Abdelkader Ben Ali. Maar hij loopt ook marathons. Hij heeft een heel bijzonder levensverhaal en het begon allemaal bij een slagerij op de Kruiskade. Abdelkader! Hey Sander, hoe is het jongen? Hallo vriend! Ja, goed je te zien. Hoi! Welkom in de Kruiskade. Hey, slagerij Ben Ali, dat is natuurlijk geen toeval. Nee, geen toeval. Nee, dit is de slagerij van mijn vader. Die is in de jaren 70 is die slagerij begonnen. En ik heb een deel van mijn jeugd heb ik hier doorgebracht. Want ik kwam als jongetje, kwam ik hier de borden wassen. En later mocht ik ook de klanten bedienen. En dat heb ik bijna 10 jaar gedaan. En wat leerde je dan? Nou ja, echt contact maken en contact houden. Hè. En wat helpt is als je de talen van mensen spreekt. Een beetje Papiamento, een beetje Sranang Tongo, een beetje Turks, een beetje Koerdisch, een beetje Berbers, een beetje Marokkaans. Het helpt allemaal mee om je klanten te begrijpen. Kijk, die klanten komen van heel ver. Ze kwamen zelfs uit Tilburg, Breda, de hele wereld kwam hier. En ze deden natuurlijk inkopen, maar de inkopen wat ze deden is heel emotioneel. Want het is voor je familie, voor je kinderen, om jezelf te voeden. Dus als je dat eenmaal weet, dan ga je toch ook andersom met je klant. En dat heb ik hier echt geleerd. Hoe maak je contact en hoe onthoud je mensen en hoe zorg je ervoor dat ze blij de winkel uitgaan. Bijzonder hè? Ja, dat was heel bijzonder. En ja. Hoe jong was jij toen je achter de tandbak stond? Nou ja, eigenlijk toen ik op een gegeven moment, toen ik mezelf mijn eerste snor begon te krijgen, toen mocht ik er gaan staan. Ik kan me voorstellen dat je hier ook je normen en waarden hebt geleerd. Ja, zeker. Ik heb hier heel veel normen en waarden geleerd. Nou, heb ik op tijd komen en dat het schoon moet zijn. De winkel moet altijd schoon worden afgesloten. Dat is heel belangrijk, dat het alles... Slagerij, het is... Ja, je kan je niet voorstellen, maar je begint met heel veel bloed. Ja. En aan het einde van de dag moet het allemaal weg zijn. Het moet weer helemaal schoon zijn. Spik en span. Spik en span. En dat doe je dus bijna 365 dagen in het jaar. Dus je moet heel gedisciplineerd zijn. En die discipline heb ik hier zeker, soms tegen wil en dank. Want ik was ook een jongen die er graag vandoor wilde. Oh, die andere dingen wilde doen. Ik stond hier ook heel vaak naar de mooie meiden te kijken. Wat, jij? Ja. Wat, ik? Ja, dat was hier natuurlijk altijd wel niet alleen het dode vlees, maar ook het levende vlees. Was hier een genot om naar te kijken. En had je veel chance? Ja, soms wel. Ja, dat is soms wel. Toch de bink van de slager. Ja, kijk, als die begon te zomeren, dan ging het hier los. Hè. Dan was het één groot spektakel. Wat dan? Vertel. Ja, gewoon heel veel mooie vrouwen. Heel veel mooie mensen. Iedereen op zijn paasbest. Er werd geflirt en gelonkt. Ja, het is een hele mooie jeugd gehad. Ja, het was... Hard werken? Het was wel mooie jeugd. Het was een gedisciplineerde jeugd, waarin dit echt onderdeel was van mijn identiteit. Een deel van mijn leven speelde zich niet thuis af. Maar speelde zich hier af, in deze wereld. Met alles wat erbij kon kijken. Want nogmaals, als ik hier nu rondloop, dan denk ik, wauw, wat is Rotterdam en de Westkruiskade, wat is dat veranderd ten goede. Het is zo veilig, het is zo schoon, het is zo, ook voor mijn gevoel, heel rijk geworden. En in de jaren, eind jaren 80, begin jaren 90 was dit echt, het had een soort rauw randje. Ja, dat, wat ik wil zeggen is, leven en dood, mooi en rijk, lelijk en schoon, dat zat hier heel dicht op elkaar. En dat is iets wat ik in mijn werk als schrijver ook probeer te laten zien. Hoe dicht alles op elkaar zit. Mm. Het is niet hier dit en hier dat. Nee, soms is een paar vierkante meter, vind je gewoon de hele wereld. En daar zit ook een bepaalde schoonheid in. Zo is het. En hier staat Ben Ali. Ja, dat is verkeerd. Dat klopt niet. Het moet aan elkaar. Maar toen ze het plan maakten voor die raambelettering, hebben ze uit elkaar getrokken. En maar gewoon, laat maar zitten, joh. Ik vind het cool. Ja, ik vind het gewoon cool. Waar gaan we nu heen? We gaan naar de Coolsingel. Want daar ben ik een paar keer gestart als marathonloper. En daar heb ik mooie herinneringen aan. Nou, vooruit, daar gaan we. Jo. We'll be right back.
joh! Het is allemaal zo netjes geworden. Je kan van de grond eten. Nee, hey, maar nou vertel. Nee, maar kijk, wat voor verhaal heb je hier? Kijk, ik ben opgegroeid in de jaren 80 in Rotterdam. Toen was er één dag in het jaar waarin voor mij de stad veranderde. Die stad van de brede straten en de harde wind en zo. Met de stad waar Afrikanen wereldrecords liepen. Het was namelijk de marathon. Dat kwam op de televisie en ik zag dat als kind. Ik dacht, wat? In mijn stad gaan die mannen sneller dan het geluid, weet je wel. Sneller dan het licht. En dan liep ik de volgende dag, dus de dag na de marathon, kwam ik in de stad. En dan liep ik over de Coolsingel en dacht ik van, hier gebeurde het dus. Hier waren ze gisteren. Ja. Hier werd geschiedenis geschreven. 1987 weer het record Densimo, weet je wel. Ik loop nu over de straat van de snelste stad in de wereld. Ja. Ik zal ook wel snel zijn. Nou, dus daar is toen dat zaadje geplant van het gaan willen hardlopen. Hoe jong was je dan toen je begon met lopen? Nou, ik begon in 1987 met lopen. Ik was toen 12. Ik woonde tegen het Oude Noorden aan. En ik liep gewoon naar buiten en had met een krijtje. Ik trok een streep voor de deur. Ik liep naar het einde van de straat. Ik trok nog een streep. Ik had een stopwatch. En ik ging gewoon tussen twee strepen heen en weer rennen. Tot ik buiten adem was. Het was geweldig. Maar ik had het gevoel van, ik ben nu ook weer het record aan het breken. Ik had ook een bekertje mee. Mijn allereerste bekertje wat ik heb gewonnen was in 1994. Oh, die wil ik zien. Ja, ik pak er even bij. Zie je mij rennen? Ah, goed man, hey. Goed. Los, ziet het er een beetje uit? Los in de heupen. Ja. Kijk nou joh. Ja joh, 5-6-94, de Maastad Weekbladen Recrea. Jongen, ja, ik kan niet geloven, maar ik was zo trots. Het is heel belangrijk wanneer je jong bent om zelfvertrouwen te krijgen. Tuurlijk. Of dat nou is door boeken, of door studie, of door familie, of door sport. Maar het is heel belangrijk om iets te krijgen in handen wat je kan zeggen, dit is van mij, dit heb ik bereikt. En zo'n prijsje gaf me toch het gevoel van, ja, sky is the limit. Ja, natuurlijk. Kijk, het is hem nog even omhoog houden. Ja, hier. Ja, ja. Nee, ja, dit is het. Jawel. Jaren later ben ik echt gaan hardlopen, 2005. En mijn tweede marathon was in Rotterdam. En toen stond ik hier, hutje mutje, tussen de tienduizenden anderen. Lee Towers begon te zingen, You Never Walk Alone. Kippenvel natuurlijk. Het was zo magisch. Ik dacht van, ik ben weer thuisgekomen om die marathon, om mijn marathon te lopen. En wat deed het met jou? Ah, het was geweldig. Het was een prachtige dag. Het was mooi weer. Ik had goed getraind. En dat Rotterdamse publiek, jongen, dat blies me naar de finish. Hey, het hardlopen ben je dus op je 12e gaan doen. Ja. Maar wanneer komt dat gevoel van, ik wil schrijver worden? Nou, ook een beetje in die tijd, want ik las graag boeken en doe ik nog steeds. Ik dacht ineens, ik vind die boeken leuk, zou ik ook zo'n verhaaltje kunnen maken? Trok ik een schriftje uit de kast en begon ik mijn eigen verhaal op te schrijven. Een beetje eigenlijk te plagiëren, het over te schrijven. En zo ontwikkelde ik gevoel voor taal en kwam ik erachter dat ik net met het hardlopen vond ik het ontzettend leuk om te doen. Mensen zeggen vaak, is het niet zwaar te schrijven? Nee, het is heel erg leuk om te doen. Het is heel erg leuk om woorden naast elkaar te zetten, daar zinnen van te maken en dan andere zinnen achter elkaar te zetten en daar weer een verhaal van te maken. Het is heel erg leuk om verhalen te vertellen. Als ik jouw verhaal kan vertellen en je hangt aan mijn lippen, daar word ik heel gelukkig van. En dat bleek ik te kunnen op papier. Ja, ik dacht van, dit is zo leuk. Ik vond het 10 keer leuker dan wat dan ook. Geweldig. Van, maar dit is wat ik eigenlijk echt wil. Maar ja, de gedachte, ga je een boek publiceren? Nee, dat kwam niet in me op. Waarom niet? Ja, ik dacht, voor mij waren boeken, ja, die waren achtergelaten in bibliotheken door geesten. Weet je, een schrijver was voor mij iets, dat was iets, ja, die zat op een wolk. En, weet je wel, die bestonden niet echt. Ja, die bestonden niet echt. Ik kon niet voorstellen dat ik zelf een boek zou schrijven. En wanneer kon dat wel? Nou ja, met vallen en opstaan. En ik weet nog heel goed, ik zat toen in een soort van dip, ik kwam er niet uit. Ik had het met een writersblok. Toen stond ik daar bij die fontein daar links op tramlijn 5 te wachten, op weg naar huis te gaan. En ik kwam een vriend tegen en die keek naar mij en die zag dat ik er een beetje depri bij stond. Die zei, hoe gaat het met je? Ik zei, ja, ik zou het niet zo goed. Zei hij, waarom? En toen durfde ik het niet te vertellen dat ik met een boek bezig was, maar ik kwam niet vooruit. En toen keek hij me zo aan en iets in dat medelijden van hem of iets van dat gevoel, dat gaf me een opkikker. Toen zat ik in de tram en toen ineens wist ik waar ik mijn boek over moest schrijven. Namelijk over een bruiloft aan zee. En dat boek is uiteindelijk Bruiloft aan zee geworden. Wauw. Het mooie wat je zegt is, eigenlijk waren boeken voor mij altijd door geesten gemaakt. Ja. En toen stond je opeens met je eigen boek in je handen. Ja. Hoe was dat? Ja, heel grappig, want je had hier toen het Donner boekhandel. En daar lag mijn boek. Toen ging ik er naartoe, want ik kon niet geloven dat het er echt lag. En inderdaad, het lag er ook. En wat ik toen heb gedaan,
is dat ik toen het boekje een beetje iets prominenter heb neergezet. Toch de zoon van een middenstander. Ik dacht, ja, dan, want dan ging ik in een hoekje ging ik staan kijken of mensen het boek dan oppakten. Geweldig. Dat was heel spannend. Ja, natuurlijk. Nou ja, goed. Voor mij is het allerbelangrijkste was altijd een mooi verhaal vertellen en jezelf kunnen boeien. Daar begint alles mee. Elke dag opnieuw is dat het allereerste wat je moet doen. Jezelf boeien, een mooi verhaal vertellen. Het kan een verhaal zijn van één regel, kan een gedichtje zijn, kan een heel groot boek worden, maar dat maakt niet uit. De uitgangssituatie, het begin is, de inspiratie begint met, kan ik iets moois maken? Waar gaan we nu heen? We gaan nu richting Schiedam. Schiedam! Hartje Schiedam. Ja man. Waarom ja. Wilde je hier naartoe? Ja, ik ben verliefd op Schiedam. Ik kom hier nu al bijna 2 jaar. En ik heb hier ook een boek gemaakt, 1,5 meter verhalen, met de fotografe Margie Geerlings, die een galerie heeft. Maar hoe ik hier terecht kwam is, als kind ging ik altijd schoenen kopen in Schiedam. Want we hadden in Rotterdam een koopavond vrijdagavond. En dan konden we zelf geen schoenen kopen, want dan moesten we zelf werken. Ja. Dus mijn vader nam hem dan mee, 1 keer in het jaar, op donderdagavond, pakten we de auto na sluitingstijd. En dan reden we uit Rotterdam, dat stukje naar Schiedam, naar de Hoogstraat. En hier was dan een schoenenwinkel. En daar kon ik dan schoenen passen en nieuwe schoenen kopen. Dus in mijn herinnering was Schiedam was de stad van de drukke winkelstraten. Waar je over de hoofden kon lopen. En waar al die mooie nieuwe schoenen te koop waren. Nou, zoals je ziet. En je kan een bom afschieten. Je kan geen schade aanrichten. Het is een stuk rustiger geworden. Ja. Er staat ook veel leegstand. Maar ik vind Schiedam een prachtige stad. Het is een geschiedenis. Oude Jeneverstad, een diep katholieke stad. De mensen zijn leuk om mee in gesprek te raken. En tijdens de coronatijd, waarin de verwijdering ontstond, zijn mensen toch ook gewoon weer elkaar gaan opzoeken. Op wat voor manier dan ook. Door elkaar te helpen, voor elkaar te koken, samen met elkaar te gaan sporten in deze stad. En Margie Geerlings, die hier een galerie heeft, die fotograaf is, ook heel bekend, is met mij gaan lopen door de stad. We hebben die mensen ontmoet. We hebben dit boek gemaakt. Bijzonder, man. Ja, en het aardige is, toen ik vertelde op de radio over dat ik met mijn vader hier naartoe kwam, toen was er de galeriehouster Margie die dat hoorde en die toen zei van Abdelkader, volgens mij zit ik met mijn galerie in die schoenenzaken waar jij met je vader schoenen kocht. Echt waar? Ja, en toen ben ik hier naartoe gekomen en toen hebben een aantal mensen, dus echt de locals, hebben bevestigd dat in die tijd, in de jaren 80, hier een hele beroemde schoenenzaak zat. Dus hier kom je altijd? Hier kwam ik altijd. Het is heel raar. Dat is wel heel dus toen bizar. Kwam ik hier en toen heb ik hier die column voorgelezen over Schiedam. En ik had zo'n leuke klik met haar. Dus die stad heeft ons bij elkaar gebracht. En daarom hou ik van Schiedam. Het is een plek waar ik weer aansluiting heb gevonden op talent. Op mensen die wat willen maken en die nieuwe verhalen willen vertellen. Maar het is zo mooi, want ik had nooit gedacht dat ik bijna 30 jaar nadat ik hier als jongetje kwam, hier zo terug zou komen. En dat die stad weer zo over me heen zou vallen. Ja. Dat er weer verhalen uit voortkomen. Dus het gebeurt gewoon. Wil je een favoriet stukje voorlezen? Nou, een van de leukste dingen is het verhaal van Karel. Dat zal je ook aanspreken. Karel is in de 80 en heeft meer dan 125 marathons gelopen. 125? Ja, en ik ging bij hem op bezoek. Dit is Karel, woont in Schiedam, komt ook uit Rotterdam, heeft het bombardement meegemaakt. Heeft het vergeten bombardement meegemaakt bij de oude binnenweg. Ja? Is hier als jongen naartoe gekomen, heeft hij de liefde van zijn leven gevonden. En is fervent hardloper geworden. Voetbal bij Neptunus, heeft 125 marathons gelopen, die man is in de 80. Hij kwam bij hem binnen, het ging meteen over hardlopen. Fantastisch. En heb je nog een beetje een mooie primeur voor ons? Nou, ik moet nu weer naar huis, want ik moet verder schrijven aan mijn roman, die in het voorjaar uitkomt. Waar gaat hij over? Ja, het is het waar gebeurde verhaal van een Marokkaanse man en een Nederlandse vrouw. Die hebben een zoon en die zoon komt om in een verkeersongeluk. Zo. En het verhaal gaat over rouwverwerking. Het is hoe zij en hoe hij allebei op een eigen manier proberen om te gaan met dat verlies. Ik heb een dagboek gekregen van haar. Zij heeft, om te verwerken, heeft ze een dagboek bijgehouden van 600 pagina's. Dat heb ik van haar gekregen en op basis van dat boek vertel ik dit verhaal. Ja, en leven gaat ook weer door. Dus nog meer verhalen in 1,5 meter. Ik geef het je mee. Ik ga het lezen, man. Ja, man. Hé, wat mooi. Hartstikke bedankt. Je bent een topper, een gerste gast. Ja, en succes met alles, hè. Alexander, tot ziens, man. Hoi, hoi. Dag, jongen. Ciao, ciao. Hoi. Hoi.